Goedemiddag iedereen en welkom op deze nieuwe inspiratiesessie van MOVE. Vandaag hebben wij Kirsten de Vlieger uitgenodigd. Kirsten is een docent en een onderzoeker aan de Hogeschool Artevelde. En hij zal jullie vandaag meer vertellen over de bewegingsdrang van kleuters en hoe jullie daar tegemoet aan kunnen komen. Ik heb jullie verwachtingen op voorhand doorgespeeld aan Kirsten en hij zal deze... Ja, trachten te integreren in zijn verhaal die hij zo dadelijk zal brengen. Jullie mogen uiteraard doorheen de sessie vragen stellen en ik zal deze dan na de sessie aan Kirsten voorleggen. Op het einde van de sessie zal ook nog een evaluatieformulier in de chat worden geplaatst. Dus mag ik jullie vragen om deze in te vullen, zodat wij de latere sessies daarmee aan de slag kunnen gaan. Jullie krijgen ook nog een deelnameattest opgestuurd via mail. Zo, denk ik alles gezegd heb en dan geef ik nu het woord door aan Kirsten. Veel plezier. Okay. Goed, goedemiddag ook van mij uit. En welkom op deze sessie rond die bewegingsdrang van die jonge kinderen. En de vraag van hoe kunnen we hen daar gaan in begeleiden? Hey, hoe kunnen we hen laten groeien vanuit die nood aan beweging? En eigenlijk kunnen we ze daar beter bewegers laten door worden, maar uiteindelijk geeft ze nog veel meer kansen in zich om die ontwikkeling van de jonge kinderen te gaan begeleiden. Dan heb ik vandaag een aantal aandachtspunten proberen mee te geven voor je eigen praktijk. Ik zal niet volledig zijn, maar ik zal jullie een verhaal brengen van leerkrachten van kinderen die geïnspireerd zijn geraakt door beweging. En ik hoop dat ik jullie daar ook een deeltje kan mee inspireren. En om het geheel een klein beetje interactief te houden, ook al zijn we online, heb ik de mogelijkheid gemaakt voor jullie om hier en daar ook te reageren via stellingen of via een aantal open vragen. En als je daar wil aan meedoen, dan kan je deze QR-code scannen met een tweede scherm, met een gsm of een tablet. Of kan je via een andere browser of via een browser via de website www.wooklab.com/schoolinbeweging een aantal vragen terugvinden die doorheen de presentatie aan bod zullen komen. En telkens wanneer ik naar zo'n vraag verwijs, dan zullen jullie het icoontje zien staan en ook de link naar de website. Mocht dit niet lukken, dan is het ook geen probleem om de sessie te volgen. Maar wie wil deelnemen, is altijd leuk om een klein beetje live interactie ook te hebben, ook al is het digitaal. En voor we verder gaan naar het verhaal van beweging, wil ik jullie even meenemen in mijn eigen verhaal op zich. Ik ben Artevelde Hogeschool. Ben ik de voorbije jaren vooral actief geweest rond het jonge kind en zijn blik op de wereld. Rond die onderzoekende houding van die allerjongsten in ons onderwijs. Hoe dat zij naar die wereld kijken. En eigenlijk vanuit dat perspectief voeren wij heel vaak ons onderzoeken. En de foto die jullie hier zien zijn een aantal kinderen van de peuterklas die op leeruitstap gingen gaan, waarbij de leeruitstap eigenlijk gepland was om te gaan werken en te gaan kijken van hoe de lente zich aan het ontplooien was. Ja, en uiteindelijk zijn die kinderen terechtgekomen in een modderpoel en zijn ze gaandeweg leren springen door die plassen, over die plassen springen, gaan ontdekken hoe diep die plassen waren en is het thema eigenlijk uiteindelijk veranderd naar het maken van sporen. Hoe kunnen we sporen maken? Zijn die kinderen door een grasvelden gaan sluipen? Zijn ze met gebotte sporen gaan trekken? En dan zie je eigenlijk al dat die beweging en die exploratiedrang heel sterk samenhangen. En dat heeft er dan ook toe geleid dat we uiteindelijk een project zijn gaan opstarten samen met een aantal leerkrachten, met een aantal scholen eigenlijk, waarbij dat we op zoek zijn gegaan naar een antwoord op de vraag hoe kunnen we die krachtige leraren nog een beetje ondersteunen als we gaan zoeken naar een focus op beweging. En hoe kunnen we eigenlijk een professionaliseringstraject ontwikkelen om hen mee te nemen in dat verhaal van een school die een visie ontwerpt op een beweging in die basisschool. Omdat er natuurlijk heel veel kansen zijn voor beweging en zoals ik net ook zei, door beweging ook nu ook op andere domeinen heel veel kansen. En we zijn gaan samenwerken met scholen en het voorwaarde was als de scholen instapten dat we effectief werkten met een klasleerkracht, de bewegingsmentor en dat ook de directie actief betrokken was. Niet altijd in dezelfde mate als de leerkrachten, maar dat die wel mee was in het verhaal dat gebracht werd. En we zijn ons heel dankbaar dat we hebben mogen binnenkijken in die klassen, in die bewegingszalen. Ook in Noorwegen hebben we een aantal partners gehad, waarbij we zijn mogen gaan kijken en gaan meelopen met hun verhaal van school en beweging. En we hebben eigenlijk met een zevental scholen samengewerkt
En waarbij dat we vannacht al, waarbij dat we eigenlijk telkens andere verhalen hebben gehoord. En het verhaal dat ik vandaag breng is eigenlijk vooral hun verhaal en hun ervaringen met dit traject. En dan ga ik jullie eerst al eens aan het werk zetten met de WooClap. Dan mogen jullie eigenlijk een aantal woorden, of een aantal zinnen, maakt niet zoveel uit, even weergeven van hoe dat je zelf jouw ideale kleuterschool of jouw ideale school ziet als je denkt aan beweging en onderwijs. Oké, dan ga ik even teruggaan naar hoe dat wij het binnen het onderzoek zijn gaan aanpakken. Dan hebben we eigenlijk dezelfde oefening gedaan vanuit school en beweging, waarbij dat de leerkrachten eigenlijk als eerste opdracht in dat traject dat we met hen gelopen ze hebben, moesten gaan nadenken van hoe ze hun visie zien op bewegen. En daarin moesten ze een brief schrijven naar hoe dat zij de ideale school zagen. En die ideale school moesten ze dan eigenlijk ook gaan illustreren met beelden, omdat ze dan eigenlijk opnieuw op een andere manier konden gaan kijken naar hoe dat hun school vorm ging krijgen. En dan merk je eigenlijk ook al dat dat andere verhalen zijn, andere verwachtingen. En op zich is dat allemaal oké, en is dat allemaal goed, want dat is net die intrinsieke motivatie van de leerkracht om daaraan te gaan werken. Dan merk je ook dat er heel weinig in die brieven een verwijzing kwam naar de bewegingszaal. En als ik dan even heel kort jullie antwoorden toon, dan zie ik hier ook speelplaats, open ruimte, speeltuin, veel buitenruimte, sportvelden, meer en avonturen. Dan zie ik hier ook die bewegingsles op zich niet terugkomen. Maar natuurlijk zijn we er ook van overtuigd dat er heel veel experten zijn in bewegingsonderwijs en dat jullie dat eigenlijk al op een gevarieerde manier gaan doen in de klas. En dan zie je dat jullie vaak kijken naar extra kansen in die andere ruimtes, in die context van een school. En dan gaan we straks doorheen de presentatie ook een aantal voorbeelden van tonen. Maar ik wil jullie eerst meenemen of het verhaal laten horen van een leerkracht die op bezoek was geweest tijdens dat project in een andere school, die ook meeliep, en wat zij meeneemt uit die ervaring van dat bezoek. Ik heb die school heel positief ervaren. Omdat dat heel, heel tof, een mooie omgeving. Ja. We zijn daar heel hartelijk warm geweest, ja, door die directie. Ah, ja. Ik vond dat daar eigenlijk ook heel huiselijk. Dus ja, ik voelde mij daar ook direct thuis. Ja. En ik vond het concept super. Ja. Het is kleiner dan bij ons. Qua gebouwen dan, dus alles is verzameld. Maar iedereen zit samen, het gevoel zo echt die samenhorigheid. Ja. Want die zaal in het midden en die klas aan de buitenkant vind ik eigenlijk fantastisch. Ja. En mijn droom is altijd geweest van een tuintje aan mijn klas te hebben en een bezaling. Ja. En die hadden dat gewoon. En bij ons gaat dat dus nooit lukken, omdat dat om een of andere reden ook niet mag. Dus dat gaat een droom blijven, spijtig genoeg. Ja. Maar dus effectief, het werkt ook. Het is rustgevend, het geeft meer ruimte in de klas. Ja. We kunnen meer buiten. Ik vond die buitenhoeken ook super, omdat we dan eigenlijk geen materiaal over en weer zeulen. Terwijl hier is dat ook tof. Want ik ga wel met mijn materialen naar buiten, dan ga ik met gras op. Op zich is dat ook beweging. Ja. Dan neem je eigenlijk alles van die klas mee en dan gaan we bijvoorbeeld buiten spelen. Kan er gekleurd worden, kan er geschilderd worden. Dat is uiteraard een hele grote verhuis. Maar als echt goed weer is, doe ik dat wel. Maar je ziet er op momenten wel tegenop. Terwijl dat Dus dat vind ik direct wel heel leuk in die school. Amy is daar ook heel vlot en heel spontaan en rondgeleid. Ja, die deden eigenlijk kei goed, hè. Dus wie? Emmy, hè? Emmy. Ja. Dat is echt zo iemand met wie dat ik denk ik goed zou kunnen samenwerken. Ja. Dat klikt toen ook direct. Die deed dat met hart en ziel. Ja, dus ik merkte ook dat ze elkaar heel goed kenden, de collega's. Ja. Elkaar heel goed. Dus je kon toch in elke klas wat ze daar precies doen. Ja. Waar we niet binnen mochten, dat werd toch gerespecteerd. Als ze toetsen hadden, bijvoorbeeld, dat was een klas waar ze toetsen hadden, dus zijn we ook niet binnen gegaan. Weet je nog? Ah ja, dat is waar, jawel. Ja, het buitendomein, de tuin rond de school.
heel mooi gedaan. Dus die planten ook. En zoals dat vrouwken al vertelde van die diertjes, die twee bloemen en die rustige tuin waar ze konden spelen. Ja. Die muziek in plaats van... Ah, je kon het vergeten. Muziek, elke maand anders. Ja. Dat is dat echt een leuk muziekje. Ja. Die de kinderen zelf kiezen. En dat op zich ook wel... En wat mij daar wel opviel, is als die muziek afging, ja, als het tijd was, dan kwamen die kinderen ook... Gewoon naar binnen. Ah, ja. En die gingen naar hun klas voor de deur staan. En het viel mij op omdat dat een binnenruimte is, dat dat daar stil was. Dat viel mij niet eens op dat al die klassen naar binnen gingen. Dus dat was stil daar? Dat was stil. Ja, ja. Kwamen ja. En wij waren op dat moment ook binnen en dat viel niet eens op van oh, de speeltijd is gedaan. Dat was er niet op. Ja. Super. Ja. En wat zou je voor onze school mee kunnen nemen? Ja, wat mij vooral inspireert, wat dan niet mogelijk zal zijn bij ons, zijn die tuintjes. Ja. Dat inspireert mij. En ook om je klas te verruimen, die mezzanine vind ik altijd ideaal. Hè. Ook om meer rust te creëren in je klas. Je kunt eigenlijk meer hoeken gaan creëren en meer een soort atelier. Ik wil heel graag een labhoek in mijn klas. Ik heb die ook. Ik vind mijn ruimte niet oké. Ik heb eigenlijk nog een extra klas nodig om dus in de hoogte te kunnen gaan. Want ik zou in die labhoek een klein ateliertje willen maken. Een soort kast waar ik mijn reservemateriaal zou dus als ik iets nodig heb, dat ze zelf kunnen gaan nemen. Ja. Dat is niet mogelijk in de klas. Moeilijk in de gang. Spijtig genoeg. Ja. Terwijl met zo'n mezzanine kunnen dat weer wel. Ja. Wat ik zou meenemen, wat mij inspireert, is de muziek. Ja. Ik ga muziek doen tijdens de speeltijd. Ah ja, we kunnen dat op een team een keer zeggen. Dan. Dus ja. Dat vind ik wel... En misschien ook twee geitjes dan? Dieren, daar wordt wel over gesproken. Ja, zeker. Kippen. Maar het probleem is, wie gaat de dieren verzorgen tijdens de vakanties? Ja. Dat is zo'n beetje een discussie hier. Ja. Maar voor de rest eigenlijk, ja... Vond ik het heel gezellig en een heel daar op die school. Ik ook. Oké, dank. In het filmpje zie je het verhaal van Sabine. En dat merkt ook dat het verhaal op zich van een bewegingsvriendelijke school, dat op zich een complex verhaal is. Je merkt dat er heel veel inspiratie is. Ze heeft ook al onmiddellijk een aantal drempels voor haar eigen school. Maar je merkt wel dat ze geïnspireerd is geraakt door het verhaal van iemand anders. In het filmpje zelf zie je bijvoorbeeld ook dat die kinderen effectief allemaal aan het bewegen zijn. En dat is iets waar ik straks ook nog verder op zal inkomen of terugkomen. Maar dat is een beetje het centrale punt ook in ons verhaal, dat kinderen effectief wel bewegers zijn. En dan zou ik graag jullie eens horen over de stelling van de hoofdfocus van onderwijs is wiskunde en taal. Of jullie daarmee akkoord zijn of niet. Kunnen jullie opnieuw via die booklab jullie mening overgeven? En dan ga ik die ondertussen laten binnenkomen. Maar natuurlijk... Wiskunde en taal zijn elementen van ons onderwijs. En dat zijn elementen dat we heel moeilijk kunnen wegdenken in het onderwijssysteem vandaag. En wij hebben eigenlijk doorheen het project het accent gelegd op het feit van ja, dat hoeft eigenlijk niet de hoofdfocus te zijn. Maar natuurlijk, als we kijken naar vandaag de dag, dan wordt er daar ook wel veel belang aan gehecht. Als we kijken naar evaluatie in heel veel basisscholen, dan zijn dat vaak de eerste twee elementen die naar voren komen. Die ook heel veel aandacht krijgen in het leerplan of in de ontwikkelingszone. Maar voor ons was de insteek van het gaat niet over een balans zoeken tussen de verschillende gebieden, maar echt gaan nadenken over hoe kunnen we vanuit integratie, hoe kunnen we... geen geïntegreerde of geen geïsoleerde gebieden maken. En hoe kunnen we beweging naast de bewegingsuren ook nog meer een plaats geven in die holistische brede benadering van hoe dat we dag in dag uit werken met jonge kinderen. Omdat net ook die beweging een ondersteuner kan zijn voor heel veel abstracte processen, denkprocessen. En evenzeer aan taalverrijking kan helpen voldoen. Omdat je natuurlijk, wanneer je op leeruitstap gaat, wanneer je effectief van hellingen loopt, dan... Ja, doen ze inzichten op rond snelheid, rond taalbegrippen dat ze nog moeten herkennen of leren kennen. Dus doordat ze effectief actief die context verkennen, het actief buiten zijn, dat avontuurlijk spel gaan opzoeken,
binnen of buiten de klas, maar doordat ze effectief aldoende kunnen leren, dan krijg je natuurlijk veel meer kansen, ook voor dat wiskunde en dat taalonderwijs. En daarom ben ik blij dat jullie allemaal niet akkoord zijn. En ik ben daar ook absoluut niet mee akkoord. Maar natuurlijk merken we wel dat er heel veel gewicht komt op die twee domeinen. En dan denken we dat het heel belangrijk is om te gaan werken aan bewegingsgeletterdheid bij jonge kinderen. We spreken heel bewust over bewegingsgeletterdheid in ons onderzoek, omdat we echt willen dat kinderen durf hebben, dat hun zelfbeeld groeit, dat ze meer zelfvertrouwen krijgen, dat ze dingen durven gaan ondernemen. Omdat ze, zoals ik daarnet ook zei, als ze actief in die wereld kunnen gaan bewegen, dat ze daar ook vanuit gaan handelen en dat ze ook die wereld beter gaan begrijpen. Doordat ze met eigen lichaam snelheid ervaren, doen ze ook veel meer inzicht hebben over dat concept. En worden ze natuurlijk ook meer motorisch competent. Maar heeft dat evenzeer ook invloed op dat sociaal-emotionele? Je hebt daarnet ook in het filmpje gezien dat die kinderen aan het praten waren, maar dat ze tijdens dat praten ook niet stil zaten en zag daar interacties ontstaan. En dus ze voelen zich ook goed als ze niet verplicht moeten gaan stilzitten. En op zich, dat was ook een vraag van jullie uit, moeten we dan, of wat moeten we doen met die 2 uur beweging? Ik denk dat die 2 uur beweging op zich misschien geen 2 uur hoeven zijn. Dat kunnen van mij perfect veel meer uren zijn ook. Maar ik denk dat dat een verhaal is van een NN-verhaal. Je hebt natuurlijk ook een aantal mogelijkheden in een geïsoleerde fase waarin je bewegingen gaat inoefenen, waar je echt gaat werken aan die motorische competentie. Of aan dat samenspelen, of aan dat sociale interactie, een spel, spelen in een competitievorm. Waarbij dat dan ook heel waardevolle leermomenten zijn. Dus voor ons is het zeker geen of-verhaal, maar is het echt een en-verhaal waarbij dat we denken dat bewegingsgeletterdheid nog verder gaat ook. En dat we ook gaan nadenken over hoe kunnen we risicovol spel in een klascontext toelaten. Laten we dus met messen werken. Kunnen we een bewegingsparcours aanleggen in de klas? Wat is veilig, wat is niet veilig? Dat zijn allemaal elementen die bijdragen aan bewegingsgeletterdheid bij jonge kinderen. Omdat we ervan overtuigd zijn van hoe meer dat ze het gevoel hebben van we mogen bewegen, we kunnen bewegen, ook als we aan het bewegen zijn, zijn we dingen aan het oppikken, zijn we aan het groeien, hoe meer dat ze dat wellicht ook in een latere leven zullen doen. En dat ze daar zullen kunnen opbouwen als ze dan bijvoorbeeld later ook in een werkcontext terechtkomen. En dan is mijn vraag, gaat het eigenlijk goed met die motorische competenties van onze Vlaamse schoolkinderen? Is het effectief zo dat zij motorisch minder competent zijn dan in het verleden? En dan hoor ik graag wat dat jullie daar op dit moment over denken. En als dat voor jullie iets is waar hij van wakker ligt, dat ik misschien kunnen afleiden uit jullie antwoorden. Er zit een beetje vertraging op de presentatie vandaar dat het soms wel afwachten is. Terwijl dat jullie verder antwoorden, ga ik misschien kort even een tekstje voorlezen die ook vanuit het leerplan komt van het katholiek onderwijs in 1978. Wegens het gebrek aan ruimte thuis en de gevaren op straat wordt er op onze dagen aan de kleuters te weinig kansen geboden tot veelvuldig en gevarieerd bewegen. Daarom moet de kleuterschool meer dan vroeger bewegingsopvoeding doen en dus de nodige ruimte daartoe voorzien. En dan zie ik dat jullie eigenlijk ook niet akkoord, of dat jullie vooral niet akkoord zijn met het feit dat het goed gaat met die motorische competenties. Zelf denk ik dat dat uit een aantal onderzoeken blijkt en dat dat naar voren komt. Maar aan de andere kant denk ik ook dat dat een verhaal is die misschien een negatieve blik heeft op die kinderen die bewegen. En de vraag is natuurlijk, moeten we daar vanuit die schrik of vanuit die reactie gaan nadenken over ze motorisch vaardiger maken? Ik denk dat we moeten gaan nadenken dat kinderen effectief bewegers zijn. En dan de vraag gaan stellen, oké, we zijn eraan uit dat beweging en het zittend leren doorbreken, dat effect gezondheidseffecten heeft, dat dat gezonder is dan wanneer we 8 uur op een dag constant zullen stilzitten. En we zijn er eigenlijk van overtuigd dat dat een heel goede
basis, of dat beweging een goede basis kan zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Hoe meer bewegingsvaardiger dat ze zijn, hoe competenter dat ze zijn, hoe beter. Dus dan moeten we misschien gaan nadenken van ja, oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die context zo rijk wordt, zodat we effectief hen kunnen begeleiden in het bewegen? Hoe kunnen we hen toelaten om wel op een leeruitstap plots te beginnen dansen en enthousiast te zijn om op palen te klimmen als ze die tegenkomen? En dat is eigenlijk het uitgangspunt van het verhaal dat ik straks wil verder brengen. En dan gaat het eigenlijk ook over kansen grijpen als ze zich voordoen. Een mooie zomerdag, oké, in de plaats van in de kring te gaan zitten, gaan we maar buiten gaan zitten, dan krijgen we weer andere zithoudingen. Worden ze motorisch weer op een andere manier uitgedaagd. Tekenen in het gras vraagt ook weer een andere manier van jouw lichaam beheersen. Takken gaan verzamelen om muizenhollen te gaan verzamelen. Gaan verslepen van het materiaal. En zoals Sabine ook al in haar filmpje zei, ja, we nemen een verhuizende klas. Ja, dat geeft natuurlijk weer een aantal bewegingsuitdagingen. Waardoor dat eigenlijk, als je dat wat bewust mee bezig bent, op een bepaalde manier ook die motorische competentie terug omhoog gaat helpen. Maar ik denk dat het heel essentieel is dat we proberen te kijken naar de kansen die er zijn om kinderen uit te dagen in die beweging. En eigenlijk, ook al moest het zeer goed gaan met die motorische competentie, dan denk ik nog dat het zeer waardevol is om te kijken naar die bewegingskansen en hoe dat we dat ruimer kunnen gaan trekken. We gaan tekenen met waterbakken en sponsen op de speelplaats, de zeep gaan maken buiten. Dat heeft allemaal andere motorische vaardigheden die we zien in de klas minder gaan gebruiken en gaan hanteren. En dan is het natuurlijk de vraag van, moeten we kinderen effectief aan het bewegen zetten? Is het onze verantwoordelijkheid dat wij die kinderen actiever krijgen? En dan is het vooral nadenken over, ja, is dat essentieel? Ik zie de eerste antwoorden binnenkomen. Waarbij dat jullie zeggen van, we zijn akkoord met het feit dat dat zou moeten. Waar ik zelf een klein beetje op wil aansturen is, ja, het gaat erover dat we ze moeten stimuleren om die bewegingsdrang of die ontwikkelingsdrang te behouden. En ik denk dat we ze moeten de kans geven om te blijven bewegen. En dat is iets anders dan, wij gaan ervoor zorgen dat ze bewegen. En want ik ben er echt van overtuigd dat een kind vanuit nature echt die beweging in zich draagt. En dat hij groeit vanuit een drang naar beweging. Maar dat we misschien te vaak die beweging ook gaan afblokken. En dat we eigenlijk daardoor, zoals jullie terecht aangeven, en waardoor jullie ook de nood voelen om ze effectief aan het bewegen te zetten, ze een klein beetje belemmeren in dat proces om levenslange bewegers te blijven. En dan willen we een aantal aspecten gaan tonen straks waar je in de klas kan op letten om effectief dat negatieve beeld er een beetje uit te krijgen en effectief ze hen te gaan waarderen voor die beweging. En effectief ze ook aan te leren dat bewegen echt wel plezant en leuk is. En uiteindelijk gaat dat ook een stukje waar wij in het onderzoeksproject hebben gedaan over de school zelf. Heel vaak zeggen we, je moet als school gaan samenwerken als je wel bewegingen op een andere manier gaan bewerkstelligen in je school. En dan heb je bijvoorbeeld het verhaal van een van de leerkrachten in het project, de bewegingsmentor, die zei van ja, ik wil dat echt wel doen met mijn team. En ik heb zelf ondervonden dat ik eigenlijk soms te snel ga. Ik wilde onmiddellijk initiatief doen en ik had een vragenlijst opgemaakt van welke lestijden wil je samenwerken met mij, wat kunnen we gaan doen? Natuurlijk, de ontgoocheling was groot dat hij op zich weinig reacties kreeg van zijn collega's. Dan is hij naar de directie gestapt en hebben ze gezegd van oké, ja, weet je wat, we gaan de volgende personeelsvergadering gaan fietsen. En we gaan kijken rondom de school en we gaan gewoon samen doorheen dat landschap fietsen. En in dat gesprekken ontstaan er mogelijkheden om dan samen eens op een leeruitstap te gaan. Of hier kunnen we misschien eens 2 uur samen een activiteit gaan uitvoeren. Omdat ze ook de kansen zagen in die omgeving van die hellende vlakken en die bomen klauteren. Gaan we misschien ook iets doen rond mijn leerstap, rond het ontluiken van die knoppen. Mijn WRO. Dus, en dan krijg je een samenwerking van de collega's. En dan krijg je een team die meegaat in dat verhaal. Of op een teamvergadering effectief ook zelf gaan nadenken over die visie. En daar ook de tijd voor nemen. Wat is voor ons die bewegingsgeletterdheid? Plaats het op de agenda van de teamvergadering. Wat vaak
wordt dat misschien onderbelegd, komt dat misschien weinig aan bod, omdat er andere prioriteiten zijn, omdat er andere prioriteiten zijn waar dat iedereen misschien veel over weet en dat jij als bewegingsmentor misschien soms het gevoel krijgt, ja, mijn topic komt minder aan bod. Maar goed, door zelf actief rond die visie dingen te gaan bevragen, dan krijg je beweging en krijg je ook impliciet samenwerking met elkaar. En dan ga ik even heel concreter ingaan op, ja, wat kan dat dan zijn, die motor van ontwikkeling voor jonge kinderen, die motor van ontwikkeling in dat onderwijs, en hoe kan je dat nu in jouw klaspraktijk gaan doen? We hebben dat proberen samen te vatten in een zevental aandachtspunten, met als bedoeling dat dat verschillende brillen zijn om te kunnen kijken naar kansen voor beweging in een klas en hoe dat je daar misschien rijkere materialen kunt gaan of rijkere kansen zult kunnen voor creëren voor kinderen om doorheen de dag ook actief te zijn, om doorheen de dag ook die beweging te gaan benutten in al zijn kansen en om daar kansen toe te zien. En het eerste is, het gaat over dat individuele kind. Het gaat over waar staat dat kind in zijn ontwikkeling en hoe kan ik dat kind gaan verder helpen. En dat zorgt er natuurlijk voor dat je moet kijken naar wat dat individuele kind doet. Ik denk dat ieder kind anders is. Iedereen heeft een andere motorische vaardigheid, heeft een ander karakter. En natuurlijk doet ieder kind bepaalde bewegingen op zijn specifieke manier. Als je hen leert om met een katapult te werken of te leren schieten met een rekker, gaat dat voor alle kinderen op een andere manier moeten ondersteund worden. En als je daar tijd voor neemt, ruimte voor neemt om hen te bekijken, te observeren en dan gericht instructies te geven, dan benader je hen ook in hun eigenheid. Zo kun je bijvoorbeeld ook op leeruitstap op een bepaald moment vragen van oké, we komen hier een omgevallen boom tegen, ga er maar allemaal gaan opzitten. En voor een aantal kinderen gaat dat zeer vlot gaan. En nog een aantal gaan een hulpmiddel zoeken en een bijkomende boomstam zoeken om er kunnen op te klimmen. Anderen gaan er misschien niet op geraken en die ga je dan effectief moeten ondersteunen, misschien een zet geven en dan, oké, dan staat hij erop. Hoe gaat hij dan gaan zitten? En dan is dat weer een nieuwe bewegingsuitdaging. Dus die kansen doen zich dagelijks voor, maar vragen ook dat je er aandacht voor hebt. Een andere strategie zou kunnen zijn, oké, sta nu allemaal tegen die boom en dan ga ik mijn instructie geven. Maar dan verlies je op dat moment net die uitdaging van erop te klimmen, die variatie. En ze zijn eigenlijk allemaal op hetzelfde moment bezig, maar ieder op zijn eigen niveau. Dus dat helpt een beetje om aandacht te hebben aan alle kinderen en in ook een heterogene groep om die beweging te gaan stimuleren. Een ander aspect dat wij heel vaak zien, of waar we heel vaak bewegingen zien, is het element van oké, in het kleuteronderwijs vertrek je zoveel mogelijk vanuit de fysieke werkelijkheid, vanuit het concrete, om dan pas naar dat abstracte niveau te gaan. En dan merk je dat die bewegingsvaardigheden eigenlijk ja, heel sterk op dat concrete niveau zitten. En dat die ook heel sterk de kracht hebben eigenlijk om schematische dingen of abstracte dingen ook vast te zetten. Want net doordat kinderen aan het bewegen zijn, gaan ze abstracte concepten ervaren met hun eigen lichaam. En dat helpt natuurlijk ook om dingen vast te zetten. Als ze aan de slag zijn geweest met bijvoorbeeld een onderzoekje. Ik ga jullie een filmpje tonen van een aantal peuters die een onderzoek hebben gedaan met hersenmaterialen en die eigenlijk zijn gaan nadenken over zwaartekracht, waarbij dat ze in kaart hebben gebracht of dat een kastanje sneller naar beneden valt of een blad. En dan zie je eigenlijk hier de terugblik met de volledige groep kinderen rond die ervaring die ze hebben opgedaan. Niet met lettertjes, maar met tekeningetjes. En we gaan even kijken naar de appel.
Maar we hebben dat wel met zo'n grote appel gedaan. Kijk je naar de appel? Die ja, gaat... Dat is een kleine. Rechts naar beneden. Ja, zo. Ja. Nee, nee, rechts naar beneden. Hoe was dat? Zo. Zo. Ja, zo. Nee, die moet dat niet doen. Nee, jullie moeten... Doe het een keer. Rechts naar beneden. Ja, zo. Zo. Rechts naar beneden. Die was rechts naar beneden. Ja. En deze? Zo zwakker. Doe het een keer. Ook ja. En de kastanje? Die is van mij. De kastanje, de toe? Rechts. Oh, 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 oh. Goed kijken. Rechts. Recht naar beneden. Zo, recht naar beneden. Zo. Ja, recht naar beneden. Wij hadden hier nog een blaadje, dat was een beetje moeilijk. Hè? Maar... Zo, dat was een ja. Beetje naar het wachten. Het wel een beetje dwarrelen. Moet dan een keer naar... Moet dan een keer dwarrelen. We hadden nog iets. Ook rechts. Ook rechts. Dat zou ook je dacht nogthans dat dat ging dwarrelen. Dat zou mee. Maar het was recht naar beneden. Hè? Ja. Dat is recht, hè? Oh, en hier? We zijn ook dwarrelen. Dwarrelen. Een plein. Plein. Ja, dwarrelen. Kijk, die dwarrelen. Dingen. Kijk, die dwarrelen. Cool. En zo gaan ze nog een tijdje verder ook in dat filmpje, om effectief ook die ervaring nog verder te gaan vastzetten. Zij is ook nog gaan tekenen van die beweging. En daar zie je eigenlijk dat die beweging daar het middel is om die ervaring nog heel veel of veel beter te gaan vastzetten. En dan zie je natuurlijk ook die taal ontstaan van die kinderen. Het woord dwarrelen hebben ze later ook gebruikt op de speelplaats, waar je zag dat die transfer dan ook wel sterker was verworven en dat die kinderen daar ook eigenlijk trots op waren dat ze dat woord hadden bijgeleerd. Een aantal andere manieren om beweging binnen te brengen, om dingen vast te zetten of om dingen terug op te roepen of om beweging te gebruiken in dat verhaal van dat concrete ten opzichte van het abstracte in dat kleuteronderwijs, is bijvoorbeeld handelingen opnieuw laten uitvoeren. Als ze onder een hoepel hebben leren zwemmen, oké, dat gaan we een keer gaan uitbeelden op het droge. En dan misschien gaan koppelen aan elementen zoals onder en door. En dat je die wiskundige begripsvorming ook wel gaat stimuleren op dat moment. En plaats in de ruimte leren kennen. En door dat nog eens bewust te doen of nog eens op een andere manier uit te voeren, doen ze de beweging nog eens anders in een andere context. En leren ze ook dat er dingen kunnen vastgezet worden. Een andere belangrijke, foto's nemen. Wat ik vaak merk is in nieuwsbrieven dat er heel veel foto's zijn van in de klas. Of wat die kinderen effectief gedaan hebben in de klas. Maar heel weinig zie ik beelden van wat er in de bewegingszaal zich heeft afgespeeld. Of wat ze effectief gedaan hebben. Of, dus dat zijn ook manieren. Bijvoorbeeld foto's nemen en dan in de klas gaan bespreken wat er gebeurd is in die bewegingszaal. Dat zijn eigenlijk impliciet manieren om die beweging te gaan waarderen. En eigenlijk doordat je dat waardeert, ga je ook weer leren dat bewegen mag en dat bewegen leuk is en dat bewegen ook deel uitmaakt van het gebeuren. Terwijl als we dat bewegen in die bewegingszaal laten, dan zien we dat misschien iets te veel als iets apart voor die kinderen. Wat niet wegneemt dat in die bewegingszaal op zich heel leuk en waardevol is. Maar natuurlijk, als je dan nog de transfer kunt maken naar de klas en er daar ook nog eens kunt over gaan vertellen, geef je een andere boodschap mee aan die kinderen op een impliciete manier. Spiegelen van bewegingen in de natuur, een vogel die voorbij vliegt op leren staan, laat ze maar lopen. Laat die vliegbeweging naar hem bootsen, een tak die aan het buigen is, die gaan uitbeelden in een muzische activiteit. Het spiegelen van, ja, oké, we hebben nu de wortels in de grond, hoe gaan we dat nu gaan uitbeelden? Leren stilstaan, spieren opspannen. Het zijn allemaal elementen die je heel speels kunt gaan binnenbrengen in je dagdagelijkse activiteit. Zaken gaan tekenen, dingen gaan vastzetten. Een leuke is ook, hoe gaan we beweging tekenen? Ze hebben van een helling gelopen. Hoe gaan we dat nu uitdrukken in die tekening? Hoe hebben ze dat ervaren? Hoe zie je dat terugkeren in de manier waarop ze dat tekenen? Ja, waardoor je dan ook hen motorisch dingen aanleert over hoe kunnen we snelheid gaan uitbeelden op een abstract niveau, maar ook motorisch. Ja, hoe maak ik dan zo'n tekening om die beweging daarin te krijgen? Door er ook over te praten over die tekeningen met hen, krijg je dan weer die impliciete waardering voor wat ze al bewegend hebben uitgevoerd. Een onderzoeksboek is eigenlijk iets wat vanuit het simuleren van onderzoekende houding voorkomt. Het registreren, het verzamelen van wat ze effectief gedaan hebben aan onderzoeken. Natuurlijk kan je dat ook gaan hanteren met
welke bewegingsactiviteiten heb je hiervoor moeten doen? Wat heb je moeten uitvoeren? Hoe heb je dat moeten iedere keer op dezelfde manier uitvoeren als het over systematisch onderzoek gaat? En een ander leuke wat we vaak gebruiken in onderzoekend leren ook, zijn verwonderdozen. De vragen van kinderen verzamelen waarover waren verwonderd, tekeningen maken, uitspraken die ze hebben gedaan. Maar eigenlijk kan je daar ook gaan over nadenken. Ja, welke bewegingservaringen zou je daar kunnen instoppen? Over welke ervaring, waar ze konden afspringen, waren ze daarover verwonderd of niet? Een verwondermuur in je bewegingszaal gaan ophangen over ja, wat hebben ze hier allemaal ervaren? Om ze eigenlijk ook ja, daar taal aan te leren geven over die bewegingservaring. En ook het gevoel hebben dat dat een plaats geeft in hun ontwikkeling. En ook naar ouders toe is dat een mooie manier om de kracht van beweging ook te gaan duiden. En dan uiteindelijk ook die prikkelende omgeving. Hè. Elke ruimte doet ertoe. Kinderen bewegen overal of kunnen overal bewegen. Of dat dan op een stoeprand is, of op de tegels in de gang, de schooltrappen. En dat is vaak een discussiepunt. Mogen we op de schooltrappen lopen? Ik denk dat er daar heel veel bewegingskansen zitten. Maar natuurlijk moet je daar ook als team over gaan nadenken. Hè. Wanneer kan het niet? Als er zich vragen voordoen rond hoe gaan we omhoog? Hoe gaan we dat onderzoeken? Hoe kunnen we sneller omhoog gaan? Mogen we dan de trappen gebruiken van de school of niet? Want dat zijn natuurlijk opnieuw weer ervaringen die mogelijkheden creëren. Of opnieuw, de leeruitstap, je merkt dat dat heel vaak naar voren komt, buiten effectief aan de slag gaan met kinderen. Natuurlijk heeft dat een authentieke context waarin hij heel veel ervaring op doet. Maar natuurlijk ook kunstwerken die je bijvoorbeeld tegenkomt. Ik denk aan Oostende, een van de leerkrachten is daar ook langs geweest. En op zich hebben de kinderen daar ook heel veel nieuwe bewegingsvarianten bedacht, doordat ze er mochten opspringen. Het stuk langs de Vissenmijn, waar ze echt op die uitdagende trappen, op die grote trappen omhoog mochten klimmen en klauteren. De tegels, de grond is lava, al dergelijke spelletjes toelaten. Dat enthousiasme van dat spelen, het mogen klimmen, het zichzelf uitdagen, dat helpt om kinderen effectief meer aan het bewegen te krijgen of eigenlijk om dat of die bewegingsdrang ook te behouden. Dan heb je ook een aantal klassiekers, die jullie ook wel kennen uit de klas. De bewegingshoek, een rustruimte, de andere hoeken en die buitenruimte. Bij de bewegingshoek stel ik altijd de vraag aan de leerkracht. Ik denk dat een bewegingshoek waardevol kan zijn als je de plaats ervoor hebt in jouw klas. Als die er niet is, dan moet je misschien nadenken over, kan ik die buiten voorzien? Kan ik die in de hang voorzien? Kan ik misschien gaan nadenken over een bewegingshoek die niet veel plaats inneemt? Moet die op een vaste plaats? Kan ik gaan variëren in mijn materiaal, doordat het misschien afhankelijk van het thema of wat er leeft in de klas, op een andere plaats komt? Maar heel vaak leggen we ook die bewegingshoek niet in de buurt van die rustruimte. Maar natuurlijk zet dat soms ook klasinrichtingen ook een beetje vast. Kunnen we die rustruimte mobiel maken? Kan er een ruimte voorzien zijn die dan effectief afgeschermd moet worden? Daar kun je over gaan nadenken. Maar natuurlijk heeft klasinrichting een heel grote impact op de bewegingskans. En dan kun je de vraag stellen, mogen we niet eigenlijk in iedere hoek gaan nadenken? Is het noodzakelijk als kinderen puzzels maken dat ze gaan zitten? Is het noodzakelijk dat we aan de onderzoekstafel een stoel bijzetten? Of kan dat effectief allemaal al rechtstaand? Kunnen ze er makkelijk rondlopen? Hè? Zijn er veel looplijnen? Kunnen we nadenken over een techniekkast aan het begin van de klas, waardoor dat ze dan effectief zelf materiaal mogen gaan uithalen? En natuurlijk ook de buitenruimte. Is het mogelijk om die te benutten? Is er een optie om dat heel snel toegankelijk te maken vanuit je effectieve klas? En een heel leuke in die buitenruimte is ook de kinderen betrekken bij het ontwerp daarvan. Maar natuurlijk, hoe meer dat ze zelf aan mogen ontwerpen en bedenken, hoe meer dat ze er ook effectief gaan in spelen. Wat ook een waardevolle manier is in de buitenruimte, is gaan werken met grote loose parts. Materialen die heel snel weer opgeborgen zijn, heel snel kunnen veranderen door de tijd. Grote doeken, grote takken, grote planken, grote banden of kleine potten en pannen. Waardoor dat er natuurlijk weer creatief spel ontstaat. En in dat creatief rollenspel ontstaan er ook weer nieuwe bewegingsvariaties. En hoe meer dat je gaat variëren natuurlijk, hoe meer dat je dan ook kansen biedt. Dus het hoeft misschien niet altijd allemaal vast te zijn in die buitenruimte. Dus een voorbeeldje van een mobiele boekenhoek. Kan de boekenhoek op wielen.
zodat afhankelijk van welke hoekopper binnen welk team wat drukker is, dat hij op een andere plaats kan staan. Zorg ik ervoor dat mijn klas herinrichtbaar is, kan ook altijd helpen. Maar ook vaste elementen kunnen hun waarde hebben. Bijvoorbeeld, er was ook een leraar in het project die een podium had in haar klas. En die dan eigenlijk, doordat er daar heel veel dingen doorvielen, bij de kinderen de vraag kwam, hoe kunnen we nu die elementen daar weer gaan uithalen? Oké, dan gaan we een techniekactiviteit doen. Hoe kunnen we dat podium openbreken? De kinderen zijn dat gaan doen. En uiteindelijk zijn ze daaronder gaan sluipen om al die materialen er weer te gaan uithalen. En uiteindelijk is dat podium ook opengebleven en is dat weer een nieuwe bewegingshoek geworden in de klas. En moest dat podium niet weg, wat dat eigenlijk de uiteindelijke wens vooraf wel was van die leerkracht. Of op een leeruitstap, ze leggen een blad in een beek. Ja, dat geeft natuurlijk weer een nieuwe uitdaging aan die kinderen om op een andere manier voorwerpen te gaan leggen. Je kunt het ook gaan wegnemen en denken van oké, dat gaat niet lukken. Leg het maar op dat vlak terrein hiernaast. En dan hebben we een andere vraag die ondertussen ook al open staat in de WooClub voor jullie. Bij welke van deze domeinen zie je de meeste bewegingskans? Eens kijken. Ja. Dan denk ik dat je daar eigenlijk misschien heel snel zal geneigd zijn om de groene zone te gaan aanduiden, omdat dat natuurlijk aanspreekt en misschien op zich een veilige context is. Maar eigenlijk is de vraag van ja, als dat kind op dat muurtje loopt, is die dan meer of minder uitgedaagd? Ik denk dat het gaat over variatie in beweging realiseren en ook alle mogelijkheden blijven te gaan benutten. Als we zeggen van het mag niet op de muur of mag niet afspringen, dan geef je ook de boodschap dat we misschien heel braaf en minder actief moeten gaan wandelen doorheen die strook. En dan gaan we naar de eigen activiteiten en werkvormen eens gaan kijken. Want natuurlijk, dat is het grootste gebeuren in een klas, actief bezig zijn en dan zijn we heel vaak bezig met activiteit. En zoals ik net al zei, die puzzel, dat bordspel moet al zitten. En ik denk dat eigenlijk bij iedere activiteit die je organiseert, dat je een bewegingsbril kunt gaan opzetten. Waar ga ik mijn materialen zetten? Werk ik met een kast waar al mijn scharen liggen? Leg ik die al op voorhand op tafel of laat ik de kinderen die halen als ze die nodig hebben? Als ze zelf mogen gaan halen, werk je aan geneigen competenties om oplossingen te zoeken voor een probleem. En bovendien zorg je er weer voor dat ze weer actiever moeten gaan zijn. Is er ruimte om mijn meubels snel te verplaatsen om grootmotorisch te kunnen gaan bewegen? Het meubilair zelf biedt dat ook kansen. En zijn er ook activiteiten dat ik misschien beter niet in mijn klas doe, zoals experimenteren met vliegtuigen? Een ander leuk item om meer variatie in de beweging te krijgen is materialen uit de klas in de bewegingszaal brengen en omgekeerd. Met een keukenverschiet gaat men heel andere dingen doen als we dat in de poppenhoek aanbieden dan we dat in de bewegingszaal gaan doen. Dat is een heel leuk experiment om eens te doen. Materialen gaan uitwisselen tussen klasleraar en bewegingsmentor en kijken welke andere bewegingen die kinderen daarmee gaan uitvoeren. En dan is het ook zo dat bijvoorbeeld te ervaren dat een pluim meer tijd nodig heeft om naar beneden te vallen, dat dat een element van verwondering is voor jonge kinderen. En je kunt daarop ingaan door effectief rond parachutes en rond stemonderwijs een aantal dingen te gaan doen. Maar je kunt evengoed ook nieuwe materialen aanbieden, waarbij je dan ook stemonderwijs realiseert, maar natuurlijk door meer variatie te brengen van ballonnen, ballen, blokken uit moesjes, badminton shuttles, touwen en doeken. Ja, dan leer je echt die kinderen ook dat er verschillende eigenschappen zijn. Is er weer meer bewegingsvariatie? En dat heb je dan eigenlijk bereikt door echt te kijken naar waar zijn die kinderen en geïnteresseerd en door echt ook te luisteren naar wat ze zelf gaan ervaren. Ik ga jullie die boeklet niet laten beantwoorden, maar je kan dat voor jezelf eventueel doen. Of je mag het wel beantwoorden in de boeklet, maar ik merk dat ik te weinig tijd ga hebben om het geheel te brengen. Anders. Een andere leuke oefening is nadenken van, ik heb nu een kring in mijn klas. En heb ik daar eigenlijk nood aan? Want natuurlijk, een kring is een essentiële plaats in kleuterklas. In die zin dat er heel veel activiteiten plaatsvinden. Het haal, het verzamelen, een keuzeproces. Het geeft een vorm van structuur aan je dag. Je dagkalender hangt er. Maar om eens gewoon de oefening te doen, heb ik die nodig. Of wat kan ik eraan veranderen? Of kan dat onthaal ook eens op een andere manier? Open je jouw blik naar misschien nieuwe mogelijkheden. En ontdek je misschien ook andere kansen om die beweging meer te gaan stimuleren bij die kinderen. En dan ook gaan nadenken, waar ga ik die veiligheid en geborgenheid van die kring ook gaan benutten en waar ga ik die dan wel integreren in het klaswerk.
En als kan je door daar heel kritisch te gaan naar kijken, dan merk je dat daar kansen toe zijn om misschien eens op een bepaalde dag dat dan niet te doen in je klas, maar effectief ook buiten of op een andere plaats vorm te gaan geven. En dan komen we bij de aandacht voor het onverwachte. Je kunt heel vaak vertrekken vanuit je eigen idee. Ik denk dat dat ook al een aantal keer ook aan bod gekomen is. Maar de kinderen ontdekken dat vanuit nieuwsgierigheid en vanuit die natuurlijke bewegingsdruk. En ze hebben de drive om die wereld te ontdekken en zijn enthousiast. Als ze een ramenwasser opmerken die aan de overkant een gebouw aan het poetsen is van de raam, ja, dan kan je van daaruit die bewegingsvariatie gaan aanbieden. Nee, we gaan eens nadenken. Of ze zien plots een vogel vliegen, of er zijn schaduwen op de muur. Ja, we gaan uitbeelden, gaan we gaan proberen daar te gaan op inspelen. En dat incidentieel leren heeft heel veel krachten om beweging te gaan stimuleren. Maar dat vraagt natuurlijk constant die bewegingsbril er ook bijhouden en op nadenken. Een ander element is ook het element van risky play. Dat is nu een voorbeeldje uit een thuiscontext. Maar goed, kinderen die spelen op een luchtmatras, springen op een bed. Ja, als ze constant de boodschap krijgen, dat mag niet, dan remmen we die beweging aan. Als ze zelf de risico's leren inschatten, dan krijg je verschillende spelvormen, krijg je meer variatie, worden ze ook motorisch competenter. En dan is vaak de essentie van hoe ga ik daarop reageren en hoe ga ik daar heel constructief mee aan de slag. Dan kan je zeker eens luisteren naar wat Gelina Sienaert hier ook in een van de inspiratiesessies heeft gebracht vanuit Replay, waarin dat risicovol spel nog wat diepgaander werd uitgewerkt. Een ander voorbeeld is, wat ik net ook al zei, mogen ze op de leeruitstap op de boord wandelen? Mogen ze op de rand van de stoep wandelen? Je ziet hier dat de kinderen heel bewust zelf ook kiezen voor meer uitdaging. Laten we dat toe. Hoe gaan we daarmee om? En dan fantasie. Heel vaak zeggen we, kinderen leven in die fysische werkelijkheid. Ze ervaren alles wat rondom hen gebeurt. Maar natuurlijk kunnen ook vanuit fantasie heel mooie dingen ontstaan. En als je als bewegingsleerkracht misschien eens samen met je klasmentor een verhaal leest en eens gaat brainstormen, wat kunnen we hier allemaal mee doen? Dan ga je verbaasd zijn wat dat jullie allemaal bedenken. Net doordat jullie vanuit een andere blik kijken naar een verhaal, ga je misschien heel veel bewegingskansen zien om vanuit een verhaal een mooi geheel te gaan breiden. Of vanuit een dierenpark, hoe lopen dieren, hoe kunnen we die dieren nadoen, hoe gaat een poes uitbeelden die over een bal springt. Een andere muzische activiteit, je hebt met een oude projector waarbij je met zandtekeningen maakt, waarbij de kinderen zodanig geboeid zijn door dat effect van en dan willen we gaan spelen met schaduwen en dan met hun eigen lichaam willen gaan uitvoeren en echt gaan dansen in dat verhaal. Om dan te komen tot de essentie, of tot hetgeen waar we heel vaak voor staan, is geïntegreerd werken. Kinderen leven in een complexe wereld en beweging is ook geen eiland. En dus kinderen gaan we proberen echt vanuit een geïntegreerde aanpak te gaan begeleiden. Zo had je bijvoorbeeld het verhaal van Karin, die rond beweging en stem heeft gewerkt. En waarbij dat de kinderen pompoenen zijn gaan planten. Ze moesten dan ook die pompoenen gaan plukken, bovenop een berg gaan klauteren. En dan zag je dat Karin al heel erg bezig was met beweging, maar door er effectief ook te gaan op focussen, dat ze eigenlijk zei van ik zie nog veel meer kansen om die beweging door geen mijn activiteiten te gaan bijdenken. Als we dingen moeten gaan terugbrengen, dan gaan we ze een ommetje doen langs de heuvel om daar ook nog eens wat meer uitdaging bij te gaan brengen, zodat mijn peuters daar ook kunnen passen. Samenwerken, teamteachen. Heel interessant is het interview van Ilse Rijs en Mieke Meerschout rond dat teamteachen. Maar door samen op leeruitstap te gaan als bewegingsmentor en klasmentor, dan ontdek je echt nieuwe kansen. Neem je soms ook de troef van die grote groepen, doordat je met twee bent, krijg je dan weer meer kansen en meer het recht op structurele begeleiding bij jonge kinderen. Want ik denk dat je echt wel moet er proberen naar streven dat je groepen echt niet te groot worden. En in co-teaching of teamteaching kan daar ook een antwoord op gaan bieden. Of samen op leeruitstap in de school, een grondplan van de school met verschillende opdrachten, waar de kinderen op een verschillende manier naar die verschillende opdrachtplaatsen moeten gaan, krijg je heel veel bewegingskans. En als je dan je directie zover krijgt dat die effectief ook meedoet, dan krijg je weer kleinere groepen om dat te gaan uitvoeren. Of samen een circusact gaan uitbouwen, actief gaan zijn met die fijnmotorische beweging, kinderen uitdagen om te gaan nadenken hoe ze die acten aan elkaar kunnen stoppen. En dan ook, in het boek staat er ook een stukje rond langlopende projecten.
En dat is een verhaal bijvoorbeeld van touwen, waarbij dat kinderen onder een touw kunnen kropen, verven, vanuit het spinnenweb. Ouders die dan uiteindelijk een apenbrug zijn gaan bouwen, waarbij dat de kinderen nu iedere morgen erover moeten om binnen te geraken in de klas, met katrollen gaan spelen, erfgoed gaan binnenbrengen, oude feesten gaan binnenbrengen. Dus om op die manier eigenlijk thema's langlopend en op een verschillende manier te laten plaatsvinden. En dan heb je ook de vraag van, is het nu mijn rol als leerkracht om die bewegingskansen te gaan aanreiken? Ik denk dat het vooral jouw rol is om te gaan inspireren. Om richting te geven, maar niet altijd te sturen. En zelf onderzoekend te zijn, zelf vanuit enthousiasme en verwondering naar die kinderen kijken en van daaruit gaan meenemen en hen te begeleiden in dat perspectief van beweging en hun blik op die wereld. En dan is het vaak zo dat ik hoor van, ja, mijn collega's hebben een heel mooie buitenruimte. In een andere school kan dat allemaal wel, maar bij mij lukt dat niet altijd. Om dat te doen. Maar dan denk ik, het gras is vaak groener aan de andere kant. Is altijd groener aan de andere kant. En dat is ook wat er een van de leerkrachten die ons project heeft meegewerkt, heeft ervaren. Ik dacht van, oké, ja, ik haal bezoek bij een andere school waar die buitenruimte wel volledig is ingericht. En die hebben die buitenruimte, die hebben die luxe. En die hebben dat zelf. Op een moment komt het inzicht bij de leerkracht, ja, oké, bij mij is dat niet mogelijk. We hebben die open ruimte gewoon ook nodig, omdat we met te veel kinderen zitten. En dan kunnen we gaan zoeken naar andere oplossingen die wel werken binnen mijn school. Er is een park om de hoek waar we misschien meer moeten naartoe gaan. Misschien moeten we organisatorisch nadenken hoe we meer leerkrachten kunnen vrijmaken op hetzelfde moment om die activiteiten ook te gaan doen. Misschien meer ruimte creëren, dat we niet exact moeten terug zijn omdat de volgende klasgroep binnen 40 minuten daar ook al staat. Dus dat zijn dan elementen die helpen om eigenlijk een school eigen verhaal te gaan schrijven. Want het vertrekt vanuit een school eigen visie, een school eigen verhaal. En ik denk dat dat heel leuk kan zijn dat je eigen visie gaat uitwerken en ook visualiseert en aanwezig maakt op de school, zodat het zichtbaar wordt. Dit is een voorbeeldje hier van leerkrachten die in het project hebben meegewerkt, waarbij dat het bord de school is, de haat in de verschillende leergebieden, het kind is het balletje die daar moet rollen. En je ziet dat er heel veel verschillende obstakels zijn, heel veel verschillende wegen om connecties te gaan maken, maar dat beweging effectief ook deel uitmaakt van het schoolgebeuren. En dan kan het helpen dat je eens nadenkt van, hoe zou je dat zelf visualiseren voor jou als school? Hoe zou je daarmee aan de slag kunnen gaan? En dan wil ik jullie tot slot nog meegeven. Het uitgangspunt van dit verhaal is echt probeer. Want in beweging gaat het echt over die kansen benutten. Gaat het over grenzen verleggen. En dat is ook wat kinderen aan elkaar geven. Kinderen geven elkaar ook de boodschap van probeer maar, probeer nog eens. Ik begrijp dat je gefrustreerd bent als het niet onmiddellijk lukt. Maar door te springen, door dingen uit te testen, komt de motivatie en de hoesting ook om het te doen. En dan ga je veel effecten bereiken als het gaat over bewegen. En dan is durven ook misschien het essentiële woord als het gaat over bewegingsgeletterdheid bij jonge kinderen. En dan kan je in de hoeklap nog invullen wat je wil gaan uitproberen de komende maand. En als er nog vragen zijn, dan maak ik graag nog tijd om die te beantwoorden voor jullie. Oké, dankjewel Kirsten voor deze interessante uitleg. Ik vond het alvast een heel boeiende materie en er zaten zeker tips bij dat de deelnemers hier kunnen gebruiken. Ik zie dat er momenteel eigenlijk nog geen vragen zijn binnengekomen. Dus aan de deelnemers, jullie mogen nog altijd de vraag doorsturen. Moest je iets willen vragen aan Kirsten, ik hou nog altijd de chat in de gaten. Ik zie ondertussen ook dat het evaluatieformulier in de chat is geplaatst. Dus ik zou jullie nog een keer willen vragen om dat toch zeker in te vullen, zodat wij met jullie feedback aan de slag kunnen gaan. Ook het deelnameattest zal jullie dus binnenkort worden opgestuurd, samen met de opnamelink en de PowerPoint. Dus jullie kunnen dit ook nog eens op jullie gemak doornemen dan.
Ja, ik ga ook al meegeven dat er nog twee sessies gepland staan dit schooljaar. De eerstvolgende sessie die zal doorgaan op 20 april, dus dit opnieuw op een woensdagnamiddag om 16 uur. En tijdens die sessie komen er eigenlijk verschillende sportfederaties langs en die zullen het eigenlijk hebben over hoe je als leerkracht eigenlijk kan meehelpen om de brug van de school naar de lokale club zichtbaar te maken. Dan is er nog een laatste sessie gepland op 4 mei. Die zal eigenlijk gaan over bewegingstussendoortjes. En er zal er eigenlijk getoond worden over hoe dat je dankzij lesfiches gekoppeld aan de bewegingstussendoortjes makkelijk de brug kan maken naar een klasgesprek over het mentaal welbevinden. Tijdens die sessie zal ook niemand minder dan Lotte van Wezenmaal aanwezig zijn als ambassadrice van Warm William. Dus geïnteresseerden kunnen zich zeker alvast inschrijven via de website van MOVE. Ik zie dat er nog altijd geen vragen zijn binnengekomen. Kirsten, ik weet niet of jij nog iets wil overlopen? Ik heb gewoon de antwoorden van wat jullie de komende maanden willen gaan uittesten, even opengezet. Misschien wil ik... Nee, die hebben we niet beantwoord. Ik denk dat ik jullie vooral wil meegeven, zoek het niet te ver. Ik denk dat je heel veel goede dingen doet met de kleuters, met de kinderen. Dat is ook wat we vaak merken als we in het werkveld komen. Maar dat soms een zaak is van die bewegingsbril steeds op te zetten en dat je daar heel veel nieuwe kansen ook kunt in ontdekken. Door te kijken naar die kinderen en ook verder te bouwen op hoe ze zelf zijn. En of dat dan kinderen zijn in het gewoon onderwijs of buitengewoon onderwijs, ik denk dat het vooral gaat over ze bereiken in wie ze zijn en echt luisteren. En daar dan geïnspireerd door geraken en dan kom je heel ver in onderwijs, denk ik. Oké, dank u wel. Ik denk dat we met deze laatste interessante noot dan de inspiratiesessie kunnen afsluiten. Dus ik wil zeker Kirsten nog een keer bedanken en ook de deelnemers om hier aanwezig te zijn. En dan wens ik jullie enkel nog een prettige avond toe.